Hallo, welkom bij Word ik er geil van? Het programma waarin wij van alles proberen om te kijken of we er geil van worden. En ook vooral hoe je er dus geil van wordt. En daarvoor gaan we tot dat pieterpeuterig kleine kaboutergaatje. Zo klein. Ja, dat is echt piepklein. Het is bijna niet voor te stellen, daar kan niks in. Zo ver gaan wij. We gaan eerst naar het luik. Hey! Hallo! Hey. Wie ben jij en waar word je geil van? Ik heet José en ik word geil van poppers. Die ken ik. Leg even uit, wat zijn nou poppers? Nou, poppers zijn kleine flesjes. Er zit een vloeistof in. En als je het inneemt, word je er geil van. Maar hoe gebruik je het precies? Je doet één vinger op de neus en je snuift er naar binnen. Een soort van de damp snuif je op. Ja. Maar wat voel je dan? Je voelt je eerst heel relaxed. En dan word je een beetje high. En dan je lichaam tintelt een beetje. En dat geeft dat gewoon dat geile gevoel. Ik heb het eigenlijk altijd gebruikt als er bij mij zeg maar iets aan de achterkant naar binnen ging. Want als je poppers neemt, dan ontspan je heel erg. Inderdaad, ja. En dan lukte het in ieder geval. Het voelt beter, ja. Maar en gebruik jij het dan echt alleen bij penetratie of ook gewoon bij andere seksmomenten? Ik zou zeggen, het hoeft niet per se bij seks. Ik kan gewoon als je een beetje wil relaxen op de bank, dan kan je het ook nemen. Dan doe je het ook? Ja. Zitten er ook risico's aan? Ja, er zitten wel risico's aan. Je hebt natuurlijk hoofdpijn, maar wat je echt niet moet doen is innemen. Je snuift de lucht alleen. Ja, je doet het. Holy shit, is dat echt zo? Wat dacht je dan? Dat je de liquid snuift? Ja, weet ik veel. Nee, dus je doet het potje open, er komt een soort damp uit en die... Je snuift je damp? Ja. Oh, Emma. Kom, je moet mij ook een beetje voelen. Heb je nou tips voor ons, hoe we dit straks op een goede manier kunnen doen? De lichten dimmen, muziek erbij en gewoon lekker liggen, zou ik zeggen. Ja, dat is een goeie. En een klein beetje met de puntjes van de tongen tegen elkaar. Jurre wil echt al zo lang met mij zoenen. Wie niet? Oh, yeah. Heb je nog laatste woorden voor ons? Ik zou zeggen, geniet ervan. Oh, dat is lief. Lekker geil. Dankjewel. Hij wordt er veel te geil van nu al. Dat is niet normaal. Onze geilaards gaan beginnen met de test. Aan het eind maken ze de balans op en rolt er een score uit tussen de 0 en 10. Allereerst zijn er 5 meetbare punten. Verandert je hartslag? Ga je zweten? Word je stijf of nat? Gebeurt er iets met je ademhaling? En word je rood? Maar geiligheid zit vooral tussen je oren. Dus de laatste 5 punten geven onze geilologen aan de hand van hun eigen mening. 5 punten als ze verliefd zijn op het idee en 0 punten voor, nou ja, dat begrijpen we wel. Laat de test beginnen. Hey. Hey. Oké, hier staan ze, de 2 potjes. Jij krijgt de baby en ik de grote. Fase 1 is dat we het gewoon even in een droge setting gaan proberen. Ja. Toch? Dus gewoon even kaal hier in de set. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Oké, 3, 2, 1. En nu uitademen. Voel je niet een heel erg tinteling? Ik voel dat mijn hoofd heel warm wordt. Voel je ook je hartslag tussen je oren? Ja. Oh, nou, we zitten er nog middenin, jongens. Maar check nu even. Mijn hartslag is 80. Oh. Hey, mijn 140. Vind je het een lekker gevoel? Ja, ik voel wel een verandering. Als in een soort warm gevoel. En dat zit het meest hier. Het is ook weer niet dat ik denk, nou, is dit het? Ja, maar misschien moet je niet zo lang, maar gewoon even zo... Oh, wacht. Ik stotterde in mijn handelingen. Nee, maar misschien kunnen we monstersnuif nemen, maar dan gewoon in een goede setting. Lichtjes gedimd, muziekje aan, geile mensen op de achtergrond en gaan. Vind ik een heel goed idee. Oké, zijn we er klaar voor? Ja. Oh, Emma. Kom, je moet mij ook een beetje voelen. Wat moet ik doen? Voel me maar. Voel me even. Nee? Oké. Dat is wel chill. Emma, leg jou ook maar tegen de mijne. Wat voel je nu?
Nou, warmte, maar ook kou. Maar dat voel ik altijd bij jou. Het is wel een chill gevoel, inderdaad. Het is wel een soort, ja, een soort glijbaan. Ja, toch? Waar je zo waar je in gaat. Maar ik voel wel gewoon dat mijn hele lijf gewoon warm en woezelig wordt. Woezelig is het goede woord. Ja, toch? Het is echt woezelig. Ja. En het is ook best wel snel weer klaar, hè? Het is echt heel snel klaar. Ja. Nou, ik denk dat we nu wel een beetje in een afterglow zitten, maar dat het wel, we voelen het niet meer nu. Kijk hoe mijn hart is. 106. Wat heb je daaraan? 91. Ja, het is ook een random getallen. Dat had net zo goed pindakaas kunnen staan. Maakt er geen maar het is echt heel raar. Toch? Nou, ik zou het wel gek vinden als mijn hartslag pindakaas is. Dan zou ik wel echt denken, zo, die poppers die knallen erin. Ik denk dat het testgedeelte klaar is. Zo, we zijn er weer. Terug op aarde. Terug op aarde. De vraag is, ja. Werden we er geil van? Dus hartslag? Ja. Nee. Ademhaling? Ja. Ja. Zweten? Ik niet zweten. Zweet nee. Zweet nee. Rode hoofd? Ja. Ja. Nou, die kunnen we echt wel 2 punten geven. Mag dat? En dus je wil hem een extra bonuspuntje geven? Ja. De rode kop krijgt een bonuspuntje? Ja. 2 punten. Oké. Okay. En werd je stijf? Nee. Ik werd ook niet nat. Maar wat doen we met die 5? Ja, want wij zitten nu op een 4 en een 3 lichamelijk gezien. Maar hoe voelden we ons van binnen? Nou, ik denk dus vandaag dat ik lichamelijk dus wel veel ervan merkte. Maar ik weet gewoon dat in de slaapkamer, dat ik hier echt wel heel geil van word. Dus hoeveel geef je het? 4 punten. Ik denk dat ik het 3 punten geef. Oké. Okay. Ja, 3. Ja. Dus je kan het je inbeelden? Ik kan het me inbeelden. Ja. Werden we er geil van? Jure. Een solide ja. Ik niet. Oh. Nee. Nee? Ik, nee. Ja, nee. Ja, dat mag.